standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. In één keer is de start goed. En galoppade zien we daar voor finishing point. En als die zo doorgaat, is dat finishing point voor dit paard heel snel bereikt. Want uitgeschakeld. Nummer 2. 2 galop. 2 wordt uitgeschakeld. Finishing point was niet te zetten. En het is ook een galoppade geweest voor nummer 6. French Kiss. En we gaan de eerste bocht in. En dat doen we met aan de leiding Dickie Hof Galaxy Vreo. Galaxy Vreo heeft een lengtevoorsprong genomen op Isabel Charisma en Joan Collins in derde positie. Daarachter volgt dan Happy Charisma. Die wordt geflankeerd door de nummer 4 van Fantastic Well en Gerard Verbon. Daarachter komt ook de 10 naar voren Juliette, en laatste van het peloton. Uitgeschakeld 6 galop. Is de nummer 7 Garvagna Toscana. Ook French Kiss is uitgeschakeld nu. En zo gaan de deelnemers dan richting manegebocht. En dat doen we nog altijd met Galaxy Vreo als koploper. Een lengtevoorsprong op Isabel Charisma. Derde aan de binnenzijde in de opvallende rode kleuren. Dan zien we André Bakker. En die rijdt in dit gezelschap Joan Collins. En Joan Collins wordt op dit moment geflankeerd en zelfs ook lichtelijk gepasseerd door Juliette. Daarachter is het dan Happy Charisma met aan de buitenzijde Garvagna Toscana. En Fantastic Well sluit de rij in een redelijk dichtgegroepeerd peloton dat zich meldt in de rechte lijn voor de manege. Met nog altijd aan de kop Galaxy Vreo. Galaxy Vreo heeft een kleine lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het Isabel Charisma. Dan volgt Juliette aan de buitenzijde van Joan Collins. Gevolgd door Garvagna Toscana. Daarachter dan Happy Charisma. En los van het veld ligt nu Fantastic Well. Die situatie kennen we als we de laatste ronde ingaan. De koelboxbocht gaan we in met nog altijd Galaxy Vreo. Die de koers maakt, heeft een lengtevoorsprong op Isabel Charisma. Derde aan de binnenzijde nog altijd Joan Collins. Daarachter Juliette met Happy Charisma, Garvagna Toscana. En los van het veld ligt dan nog altijd Fantastic Well. Voor de laatste maal de overzijde van de baan. 4, nummer 4, onregelmatig en telgang. Fantastic Well is nu uitgeschakeld voor de escapades. Deelnemers halverwege de rechte lijn aan de overzijde gaan richting laatste bocht. Met Galaxy Vreo, die nog altijd in lengtevoorsprong heeft op Isabel Charisma. Joan Collins aan de binnenzijde. Daarachter is het dan Juliette, Happy Charisma, Garvagna Toscana. Zo gaan we de laatste bocht in. Galaxy Vreo nog altijd soeverein aan de leiding met meer dan een lengte voorsprong. Op de tweede plaats Joan Collins nu duidelijk. En daarachter is het dan de nummer 1, Isabel Charisma. Maar er zijn nog meer pretendenten die zich achter de leiders bevinden. En mogelijk nog hun laatste woorden niet hebben uitgesproken. Als ze de laatste rechte lijn in komen. Zo komt Joan Collins nu naar voren. Op het frontaal aanval op Isabel Charisma. Joan Collins heeft overgenomen. Maar kijk naar Juliette en Happy Charisma. Die melden zich ook allebei. We gaan de laatste meters in. En het is Joan Collins. Joan Collins die gaat het hier winnen met André Bakker. De tweede plaats is voor Juliette, die gaat door het stek. Tweede wordt daardoor Happy Charisma. En derde is dan Galaxy Vreo.